Wat weten de mensen uit Utrecht over de Gay Pride? Ik ga de straat op. Heb jij een vriendin? Als in een relatie met een vrouw? Nee. Nee, heb ik niet. Oh, ben je dus vrijgezel? Wat bedoelt dat? Dat je vrijgezel bent? Ja, nee, ben ik ook niet. Hoe zit het dan? Ja, ik heb een vriendje. Heb jij een vriend? Nee. Ben je vrijgezel? Ik ben niet vrijgezel. Maar je hebt geen vriend? Ik heb verschillende vrienden. Het ligt eraan hoe je het ziet. In een relatievorm? Ik in een relatievorm heb ik een vriendin. Oh ja, dat kan natuurlijk ook, hè? Ja, dat kan ook. Dan val ik meteen met de deur in huis. Ja. Heb jij een vriendin? Ik heb geen vriendin. Dus je bent vrijgezel? Ik ben vrijgezel. Je valt op vrouwen? Ik val op vrouwen. Oh, leuk. Ja, ik dus ook. Ja, oh super. Aan mij heel vaak de vraag wordt gesteld van, heb jij een vriend? Terwijl ik op vrouwen val. Er wordt maar vanuit gegaan dat je als vrouw op een man valt. Tenminste, er is een bepaald beeld van hoe je eruit ziet als lesbisch of als hetero vrouw. In welke stad vindt dit jaar voor het eerst de gayparade plaats? Geen idee. Ik zou bijna zeggen Tilburg, omdat er roze maandag is, maar ik weet het niet. Nou, in Amsterdam gebeurt die al een tijdje, dus dan is het denk ik in Utrecht. In welke stad woon je? Utrecht. In Utrecht, ja. Ik woon in Utrecht, ja. En in Utrecht vindt de eerste gayparade plaats. Oh, oké. Nou, goed nieuws. In welke stad zijn we nu? Utrecht. Ah, kijk. Verrassend, hier komt de eerste gayparade. Ja. De eerste keer in Utrecht, dat is op 17 juni, dacht ik, denk ik. Ja. Toch, ja. Wauw, wat goed, ja. Ik zit bij UAZ Anteros. Dat is de LHBT-vereniging van Utrecht. En die gaat ook meevaren met de Pride hier in Utrecht. Wat gaaf zeg. Ja, dat is echt leuk. Heel leuk. Wat denk jij wat een belangrijke boodschap is van de Gay Pride? Dat iedereen gewoon gelijk is en iedereen gewoon lekker een feestje mag vieren. En zichzelf mag zijn. Dat je jezelf kan zijn. Maakt niet uit wie je bent. En dat je dat ook mag laten zien. Heel mooi. Ja. Heel mooi gezegd. Ben jij erbij? Ja, ik denk het wel. Tenminste, lijkt me ontzettend tof om erbij te zijn. Misschien dat ik er nu wel heen ga, ja. Lijkt me best wel leuk om een keertje mee te maken, zoiets. En gezellig, denk ik ook wel. Voor zij en Nada hebben we een challenge. Voor acceptatie voor vrouwen die op vrouwen vallen. En dat is tongrollen. Wil je daaraan meedoen, aan de challenge? Wat is tongrollen? Weet jij wat het is? Zoenen. Wil je daar aan deelnemen? Ja, tuurlijk. Ja.